Op het vliegveld van Boeing in Seattle aan de Amerikaanse westkust staan de nieuwe toestellen te wachten op aflevering aan de klant. De KLM heeft in totaal 17 vliegtuigen besteld. Vanuit Nederland komt er voor de aflevering van ieder nieuw toestel een team deskundigen over om toe te zien dat de specifieke eisen van de maatschappij door de fabrikant worden nageleefd. Over een paar dagen vindt de overdracht plaats van een Boeing 737-800, een geheel nieuwe uitvoering. Technisch captain Lex de Beijer en zijn collega's zijn al ruim 2 weken bezig in Seattle met de voorbereiding van de aflevering. Ja, als we eraan komen, dan ga ik samen met het team goed luisteren naar de uitkomsten van de bevindingen van de KLM-inspecteurs die tijdens de bouw met het vliegtuig mee hebben gelopen in de fabriek. Vervolgens is het de bedoeling dat ik met het acceptatieteam gedurende 2 dagen het vliegtuig grondig van binnen en buiten controleer en ook dan controles uitvoer al in de cockpit, waardoor wij de overtuiging hebben dat de zaken werken om er uiteindelijk een KLM-testvlucht mee uit te gaan voeren. Wat wij dus nu gaan doen is de testvlucht, de Customer One Flight, gaan wij uitvoeren. En die Customer One Flight, dat houdt dus in dat wij nu als KLM voor het eerst gaan kijken hoe het vliegtuig zich gedraagt na de extensieve groundcheck die er gebeurd is. Of alles functioneert zoals we als KLM graag hebben dat het vliegtuig straks de lijn op gaat. In de linkerstoel zit Mark Gould, assistent technisch vliegen. Doet nu het eerste gedeelte van het programma. Dus daar achter zit André de Waard, de teamleder die het protocol voor de testvlucht uitvoert. En Rijn van der Lauw, de type BWK, verricht alle schakelingen die buiten het vliegen om plaatsvinden zodanig dat Mark zich op het vliegen kan concentreren. En de man rechts is de Boeing-vlieger die alle communicatie doet met verkeersleiding, regelt het vliegplan, hij zorgt voor het weer. Dus wat dat betreft wordt alles voor ons geregeld. En voor mij nu dus eigenlijk helemaal alles, want het eerste stuk vlieg ik niet eens. Boeing Shell, Boeing 786. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Het uitvoeren van testvlucht in Seattle doen we om te zorgen dat we zeker weten dat het vliegtuig goed in orde is. Voldoet aan de specifieke KLM-eisen. En vervolgens is het zo dat wij dat vliegtuig ook nog eens een keer de Atlantische Oceaan overvliegen. En dan niet zo makkelijk als een Amerikaanse maatschappij kunnen zeggen van we vliegen even terug naar de fabriek als er iets degelijk mis is in Amsterdam. Tijdens deze eerste testvlucht, de C1, is er altijd een risico. Vandaar dat het aantal passagiers van de zwaluw zo klein mogelijk wordt gehouden en alleen de technische crew aan boord mag. Het testvliegprogramma is een programma van 3,5 tot 4 uur waarin we controleren of dat alle systemen die qua veiligheid van belang zijn, of dat die goed functioneren. Dat zijn systemen waar normaliter de vlieger alleen maar mee geconfronteerd wordt als er overschrijdingen zijn van snelheid of afwijkingen van hoogte. Daar zijn allemaal waarschuwingssystemen voor, die controleren we. Maar ook waarschuwingssystemen waar je weet dat je te dicht bij de grond zit in een verkeerde vliegtuigconfiguratie. Bijvoorbeeld als je je landingsverstel nog niet naar beneden hebt, dan krijg je daar een waarschuwing voor. Dat soort zaken worden allemaal in een continu patroon van 3,5 tot 4 uur achter elkaar gecontroleerd.
Here. Oh, well, hey. En? Hi. Ah, hartstikke goed vliegtuig. Fantastisch. Dit is echt een foutloos vliegtuig op het ogenblik. Er zitten wat lekkages in de cabine van geenerlei belang eigenlijk. Dus het moet even gecontroleerd worden. Alles perfect. De beveiligingssystemen. Echt gewoon een plezier om te testen zo'n vliegtuig. Ging lekker hoor, vond ik. Hè? Ja hoor. Ja, nou fijn. Hi. Het is een goed airplane, hè? Thank you. Looks very good. We worked hard on it. I know. Thank you. Direct na de vlucht worden de aangemerkte klachten met de Boeing-technici besproken. Voor de overtocht naar Amsterdam moeten alle mogelijke technische gebreken gecontroleerd en zo nodig gerepareerd worden. De zwaluw vertoont maar een aantal kleine klachten. Maar het komt ook voor dat na de eerste testvlucht een groot en ingewikkeld defect wordt geconstateerd. Hebben we nog iets? Anders kunnen we hun debriefing laten doen. Kijken we of dat zij al items hebben. Oké, it's not much on complaints and already our compliments for that. So, Randy, please go ahead. Okay, squawk number 8. Aft entry door strikes door frame upper aft corner when opened rapidly. Number 9, repeat aft service door has air leak forward and aft upper corners of door at all delta P's. Number 10, repeat forward service door has air leak aft upper corner of door at all delta P's. Number 11, when parking brake... Alle geconstateerde punten wordt de zwaluw nagezien door de KLM-controleurs. Bij deze inspectieronde blijken alle klachten door Boeing te zijn verholpen. De aflevering verloopt zeer voorspoedig en dat betekent tijdwinst. De mogelijkheid zit erin dat we gezien het feit dat het zo goed gaat met de aflevering van het vliegtuig, eerder naar Amsterdam kunnen, 1 dag eerder. En ik begrijp van Rinus en André dat het qua andere zaken mogelijk is. En dan zou ik zeggen, laten we er maar voor gaan. Wij moeten dus proberen onze ferryvlieger een dag eerder te laten komen. Want dat is mogelijkwijs de limiterende factor. Ja, Erik is morgens om 7 uur thuis. Ja. Ja, die moeten we eigenlijk ASAP bellen. Dus. Nou, ik stuur hem een mail en bellen. Ja. Een groot deel van het jaar woont Lex de Beijer samen met zijn vrouw Florentien in Seattle. De zwaluw is maar 1 van de 9 Boeing-toestellen die hij in Amerika test. Ik vind het heel leuk dat Florentien bij me is. Je bent zo veel weg eigenlijk. Er komt een periode van 7 maanden waarin 9 vliegtuigen afgenomen moeten worden. Dat toch een heel gezellig gevoel is om toch lekker thuis te komen. Zo af en toe vlieg ik natuurlijk met elk vliegtuig terug naar Amsterdam. En dan blijft zij hier. Mijn oudste dochter heeft net laten weten dat ze een herexamen heeft. Dus ook dat moet je natuurlijk missen. Dat is, zijn echte nadelen van het vak voor wat betreft het privé bestaan. Je bent bij heel belangrijke evenementen van je kinderen toch soms niet aanwezig. En dat moet je dan op een andere manier toch compenseren door wel aanwezig te zijn. En nou, mogelijk kunnen ze hier ook een aantal weekjes bij ons komen. Maar dat is nog even afwachten. Maar dat zijn de schaduwkanten van het vak. So, who's on the line for KLM? André de Waarts. Hi. Hans Polgeest. Lex de Beijer. Hi Mike. Hi Lex. Mark Gould. En Ryan van der Lauw. Okay. I know you've already gotten a price for if we were only to do the needle change, and I know that price is too high.
We hebben nu een discussie met Boeing over de kleur van een hele belangrijke naald die op het ene vliegtuig waar dezelfde groepering vliegers op vliegt, hoort bij een andere instrument de aanwijzing als bij het vliegtuig wat we hier meenemen. En wat wij willen is dat er geen vergissingen gemaakt kunnen worden door de bemanningen in een drukke cockpit situatie waarbij ze een nadering moeten maken met slecht weer en zich dus zouden kunnen vergissen. Mike, do we have to wait for a nasty situation to happen before there is a change on this safety issue, on this needle color issue? Er hangt nog wat los hier. Kun je daar, kun je daar even wat aan doen? Ja, de eerste stadia zie je. Je leert ontzettend veel van alle ins en outs van een vliegtuig. Je hebt natuurlijk veel contact met specialisten. En ja, daar groei je dan in. Maar ja, zolang als ik dit werk al doe, je leert elke dag, leer je ook van dit vliegtuig er weer bij. Dus is het heel leuk om zo af en toe de gelegenheid te hebben om door die fabriek te kunnen lopen en te zien hoe fantastisch dat hele productiesysteem in elkaar past. En ook hoe die hele strategie van vliegtuigen die een fabriekshal aan de ene kant binnenkomen en binnen een paar weken aan de andere kant compleet voor de eerste vlucht aangeboden worden om overgevlogen te worden naar Boeing Field. Dat is voor ons heel leuk om te zien. Ja, we zijn hier samen op een heel andere manier met mensen van Boeing als dat we gewend zijn de afgelopen dagen. We hebben hele sterke gevechten met elkaar gehad en dan is het goed om dan gezamenlijk eventjes een drankje met elkaar te genieten. Dus het is heel prettig om op een totaal andere manier en even relaxed zaken te kunnen scheiden van privéleven en eventjes bij te babbelen. I think that there are some customers who come in and take the plane as is. I think that KLM has always been very careful to be sure that the plane is in very good shape. And where they feel that we haven't, the plane isn't quite up to what they expect, they want it fixed. And so in that respect, I think that they are tough. But I don't think that they're unreasonable, and that makes a big difference. Yeah. Yeah. What? I told you. Vier dagen na de C1-vlucht is de zwaluw klaar voor vertrek. Voor het vliegtuig wordt door de KLM zo'n 42 miljoen dollar betaald. Namens de maatschappij wordt het toestel in ontvangst genomen door teamleider André de Waard. André, congratulations. Thank you very much. Owner of a new airplane. Yes. May I present you with the keys to the plane? Well, may I use them? Absolutely. Thank you very much, Kitty, and of course all the Boeing people over here who solved a lot of problems. And fortunately, we were able to go home for 20 hours earlier than scheduled. And thank you for that. Thank you. Have a safe trip back. Thank you. Thank you very much. And see you also back in 2 weeks. Yes.
de leuke kanten van zo'n periode in Seattle is het gezamenlijk als team weer aan een compleet vers vliegtuig beginnen waar je helemaal niet van weet wat het eindresultaat zal zijn. En dan buiten het actuele werk ook gezamenlijk met elkaar optrekt, dan ook nog over het product hebt waarmee je bezig bent. En uiteindelijk dan weer met dat vliegtuig richting Amsterdam gaan. In het vertrouwen dat je zegt van, er is er weer één. Op de goede manier. Schitterend, hè? Hoe mooi. Ja, mooi, hè? Mooi, mooi, mooi. Cadeau. Clear to take off runway 31 left, KLM 7451. Take off clearance received. Check before takeoff checklist completed. Van Seattle naar Amsterdam met een tussenlanding in het Canadese Goose Bay om te tanken. In totaal een vlucht van ruim 11 uur. Dit is eigenlijk de eerste lange maiden trip van dit vliegtuig. Het zijn eigenlijk ook nog eens een keer de langste vluchten die die vliegtuigen eigenlijk tijdens hun levensduur bij de KLM maken achtereen, 5,5 uur. Het is een vliegtuig waarvan ik nu echt het gevoel heb dat ik mijn beste vrienden en mijn familie mee kan sturen. Want dat is eigenlijk het criterium waar we zeggen van, nou, zo moeten we vertrekken vanuit Amsterdam. Dan is het gewoon perfecte kwaliteit. Het eerste deel van de vlucht zit erop. Over ruim een uur zal de zwaluw, na te zijn volgetankt, weer uit Goose Bay vertrekken voor de oversteek naar Amsterdam. So, hello, how are you? Not too bad. Good to see you. Good to see you. Dit is het stukje van ongeveer 5 uur wat uiteindelijk is geworden van Seattle naar Goose Bay. Waarbij we ook een stuk van de Hudson Bay overgestoken hebben. Nu gaan we naar het noorden, langs Iqaluit, wat we
als luchthaven moeten gebruiken om binnen een bepaalde afstand dan door te kunnen steken via Groenland, IJsland, Engeland naar Amsterdam. Vlak voor vertrek krijgt de bemanning te horen dat een van de uitwijkhavens op de route naar Amsterdam is gesloten wegens slecht weer. Ik heb gesproken met een meteoman van St. John's en die gaf aan dat het alleen maar slechter werd. Nou, dat zou dus betekenen dat we hier moeten wachten. En als we hier moeten wachten, lopen we uit onze uren. Ja, dus dan zouden we beter het besluit kunnen nemen om nu een hotel in te gaan. Nou, als jullie even bellen, loop ik even naar de passagiers toe. Zoals het er nu uitziet, moeten we hier een hotel gaan zoeken. En de definitieve beslissing wilde ik eigenlijk straks nemen als we nog een berichtje terugkrijgen van Amsterdam. Maar ik heeft Amsterdam ATM nog even gebeld om te vragen of dat zij misschien qua routing een slimme oplossing hebben. Mijn vermoeden is dat die er niet is. Maar om het zeker te maken doen we dat. Als we dat telefoontje binnen hebben, gaan we, ik denk voor het eerst in de geschiedenis van de overvliegerij, een hotelletje zoeken hier in Goose Bay. Het weer in Frobisher Bay is op dit moment goed genoeg om te kunnen vertrekken. En de andere velden moeten we nog even afchecken nu. Voorlopig was Frobisher Bay het probleem. Ik heb het kaartje met de 360 mijl ranges trouwens. Daar kun je het goed op zien. Dit is Goose Bay. Dit is Frobisher Bay. Wat we straks gaan proberen is om hier af te snijden naar Sunderstrumfjord. Je ziet dat die vooral hier precies raakt. En hier ook. Dat hebben we dus precies nodig. Dan komen we dus vanuit Goose Bay niet in één keer naar Sunderstrumfjord. Want dan zit je tussen deze twee in. En dit veld was uit. Dus dat was de reden dat we gisteravond niet weg konden. Maar we moeten kunnen uitwijken naar deze velden op het moment dat we een motorstoring krijgen. Na de onverwachte luxe van een goede nachtrust is het tijd om te vertrekken. Het weer op de route is volledig opgeklaard. Maar de tijdwinst door de snelle oplevering in Seattle is volledig teniet gedaan. Ik denk dat een grote hoeveelheid van mijn collega's dit vak nog steeds zien als hun grote hobby. En als je dan zoiets zoals wij daarnaast kunt doen op dit gebied, dan denk ik dat je eigenlijk een unieke job hebt in de luchtvaart. En daar kunnen we ons alleen maar gelukkig mee prijzen. En dat straalt denk ik ook uit op de manier waarop je met elkaar aan het werk bent. Rond 4 uur in de ochtend zet het toestel voor het eerst de landing in op zijn thuisbasis Schiphol. Over 3 dagen is de zwaluw ingepland op het Europese routenet. 100. Minimum. 30. 20. 10.